Ik kreeg een vraag of ik een video kon maken over de Spaanse opening. En aangezien ik dat nog niet had gedaan, dat is het hoog tijd om dat te doen. Nou, hier voor je zie je de beginopstelling van de Spaanse opening. Dit is het Spaans. En hoe komen we dan in deze stelling terecht? Nou, ik zal even alles naar de beginstand zetten. Zo. En we beginnen met de zet E4. E5, paard F3, paard C6 en na de volgende zet is het de Spaanse opening, loper B5 en nu wordt het al de Spaanse opening genoemd. En ja, nu moet ik eigenlijk een keuze maken, want ja, de Spaanse opening is ja, zo'n grote opening eigenlijk om te behandelen in de video. Dus je moet hier een keuze maken, want uit elke variant, daar kun je weer een hele lange video van maken eigenlijk. En ik heb gekozen voor de ruil variant, althans dat zwart A6 speelt en nu zou je die met de loper het paard kunnen pakken. Nou, ik laat al snel even wat alternatieven zien. Deze stelling kan de zwart ook bijvoorbeeld D6 spelen, is dat Steinitz verdediging met zwart, maar dat is een klein beetje passief, maar ja, dat kan ook. Dit is ook een mogelijkheid om aan te pakken, de Spaanse opening aan te pakken. Ja, wit gaat dan het centrum bezetten door D4. Nou, je zou bijvoorbeeld loper D7 kunnen doen om dat paard dat wat gepend stond te ontpennen en wit ontwikkelt zich gewoon door paard F6. Korte rokade, loper E7, toren E1. Je ziet dat de witte zetten heel natuurlijk spelen. En dan pakt de zwart waarschijnlijk een keer op D4, paard van D4 en kort. Nou, je ziet, de zwart staat heel solide, maar een klein beetje passief. Hè. Staat op de eerste drie rijen, staat de zwart, die doet daar niet zoveel. Maar die heeft geen zwakke punt in de stelling. Terwijl ja, wit staat iets meer naar voren, dus een klein beetje beter voor wit. Nou, dit zou bijvoorbeeld kunnen. We gaan even terug. En de andere zet is bijvoorbeeld paard F6, dat zie je ook heel veel. Dat is de Berlijnse verdediging. Tegenwoordig heel populair bij de grootmeesters. En ja, een variant is bijvoorbeeld korte rokade. En ja, nu kan zwart inderdaad die pion pakken. E4. En je hebt hier twee zetten die allebei goed kunnen. Je kan toren E1 spelen. Deze zet. Nou, dat kan zwart bijvoorbeeld paard D6 doen. Is eigenlijk een beetje een gekke zet. Hij staat nu voor zijn D-pion. Die blokkeert hij eigenlijk. Maar aan de andere kant, hij valt ook weer die loper aan. Dus dat. Nou, heel veel partijen gaan verder met paard E5 en loper E7. En dit is een klein beetje beter voor wit, maar een heel klein beetje beter. En ik zal nog even teruggaan naar de Berlijnse verdediging. Dat is deze zet. Paard F6, korte rokade, paardbal E4. Maar D4 is eigenlijk het meest gespeeld. En dan krijg je weer die rare paard D6 zet. Wit kan dan pakken op C6, D-maal C6, D-maal E5 en paard F5. Dames worden geruild. En ja, in deze stelling daar is de laatste 10, 15 jaar heel veel theorie van gekomen. Omdat dat een hele, dus wat ik al zei, een hele belangrijke stelling werd onder grootmeesters. Maar goed, we gaan weer terug naar onze variant. Want in deze stelling is eigenlijk de meest gespeelde zet niet paard F6, maar A6. Dat is eigenlijk wel een interessante zet, want ja, zwart zegt eigenlijk van ja, wit, wat ga je doen? Ga je dat paard nu pakken op C6 of wil je die loper liever houden en speel je een andere zet? Wij gaan kijken naar het slaan op C6. Maar ook onder grootmeesters ja, is men er niet uit wat het beste is.
De meesten willen toch liever die loper houden en spelen loper A4. Ja, en er kunnen heel veel varianten uit deze stelling ontstaan. Bijvoorbeeld de Chigorin variant, de Braille, de Zaitsev. Er zijn allemaal aparte boeken van verschenen zelfs. Dus ja, die kunnen we in deze video helaas niet behandelen. Allemaal heel interessant. Ik heb wel nog een of twee extra partijen meegenomen in soortgelijke stellingen. Daar gaan we nog even naar kijken. Maar wij gaan even kijken naar de principiële zet eigenlijk. Volgens mij speelde Bobby Fischer, een wereldkampioen. En die speelde met wit altijd pakken. En ik denk dat heel veel spelers met wit zijn die dat ook wel doen. Hè? Zeker als je net begint met die opening. Want je schakelt eigenlijk de verdediger uit van die pion op E5. Dus dat is ook wel een logische gedachte. Schakel de verdediger uit. En ja, maar hoe gaan we die loper eigenlijk terugslaan? Nou, het blijkt dat je moet eigenlijk naar het centrum toeslaan. Dus dan zou je eigenlijk zo moeten slaan. En dan wordt de pionnen in het centrum of richting het centrum, die zijn meer waard dan de pionnen aan de rand. Dus als je naar het centrum toeslaat, worden die pionnen eigenlijk meer waard. Maar juist in dit geval zetten we de uitzondering op de regel. Dat heb je heel vaak bij schaken. Heb je een regel geleerd? Ja, dan heb je nu te maken met een uitzondering op die regel. En nu moet je met de D-pion terugslaan. En dan zie je al de lopers van zwart, die kunnen er nu makkelijk uit. En weliswaar heeft zwart een dubbelpion. En dat is natuurlijk niet zo goed voor zwart. Maar hij heeft wel twee lopers en wit heeft geen twee lopers. Heeft een paard en een loper. En dat is in zijn algemeenheid, in het middenspel zeker. En ook wel tegen het eindspel zijn twee lopers zijn een klein beetje beter dan een paard en een loper. Ja, aan de andere kant heeft dus zwart het nadeel tot hij die dubbelpion heeft. Dus de lange termijn strategie voor wit is eigenlijk, die zegt van nou, als er alleen maar pionnen op mijn bord staan en een koning, dat is gunstig voor mij, want mijn pionnenstructuur is veel beter dan die van zwart. Maar goed, zwart zegt dus, ja maar hallo, ik heb dus het lopen paar in, ik heb een veel actieve spel en dat is ook wel wat waard. En wie heeft er gelijk, dat is moeilijk te bepalen. Dus allebei hebben ze een beetje gelijk eigenlijk. Nou, laten we kijken hoe het verder gaat naar de theorie hier. Ja, gaat wit nu die pion pakken op E5? Dat is even de vraag. Jullie hebben natuurlijk al even naar gekeken. En eigenlijk, de meeste spelers pakken hem niet. Wat gebeurt er namelijk na paard maal E5? Dan heeft zwart een zet om minimaal gelijkspel te krijgen eigenlijk. En dat is de zet dame D4. Hè, valt eigenlijk een dubbele aanvaldame. Hè, valt het paard aan en de pion. En ja. Wit heeft in ieder geval geen voordeel. En je zou ook zelfs nog in deze stelling dame G5 kunnen proberen. Ook een soort van dubbele aanval. Hè. Val je ook een paard aan en een andere pion. Dat is ook een interessante zet. Dus ja, dit is. Ja, dus niet, kan wit wel doen, maar. Ja, het levert niet echt voordeel op. Dus de meeste spelers die spelen met wit de korte rokade. Dat is, de theorie heeft dus bedacht dat het beter was. De korte rokade. En ja. Nu dreigt wel die te pakken. Dat is echt nu een serieuze dreiging. Stel we doen een zetje, een heel slecht zetje. A5. Nu gaan we even kijken waarom dat inderdaad nu een dreiging is. Paard E5. Dus A5 moeten we eigenlijk niet doen. Want dan krijgen we dit onder oren. Dame D4. En ja, lijkt weer dubbele aanval. Is ook dubbele aanval. En wit trekt zich daar niks van aan. Die speelt gewoon paard F3. En ja, daar gaat de pion van wit. En je denkt van nou ja, nu staat het weer gewoon gelijk. Nee, 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 nee. Want ja, jullie hebben het natuurlijk al lang gezien. Toren E1,
is natuurlijk super sterk. En dit, ja, hier verlies je natuurlijk met zwart. Even terug. Dus ja, nu dreigt inderdaad paard e5. We kunnen hier geen a5 hier spelen. Hier. Paard e5 is echt heel vervelend. Vanwege die dreiging over de e-lijn. Oké, maar goed. Dus zwart kan wel iets anders doen. Hij kan lopen g4 doen. Een penning op het paard. Ja, de paard kan natuurlijk nu niet de pion meer pakken. Want hij staat gepend. Gepend stuk is een slechte verdediger. Oké, h3. We moeten van die penning af. En nu gebeurt er iets geks. Want ja, de normale zet zou je zeggen van... ja, nu gaan we gewoon terug. Dan houden we die penning in stand. Maar zwart doet iets anders. Hij laat die loper gewoon staan. Ongelooflijk. Maar het is nog goed ook. Maar wat speelt zwart dan? Als hij die loper laat staan daar. En toch een goede stelling is voor zwart. Hij speelt hier H5. Dat is wel een hele brutale zet. Maar ook volgens de theorie helemaal goed speelbaar. Want de vraag is, mag je die zwarte loper nu pakken? H3 maal G4, mag dat nu? Is dat een goed idee? Nou, je kan al een beetje nagaan van, ja, dat zal zwart wel een bedoeling mee hebben. En dat klopt ook, want eigenlijk het beste hier is D3. Je moet eigenlijk gewoon negeren, gewoon een beetje omheen spelen, verder ontwikkelen. Stel je pakt nu die loper. Ja. En ja, dan pak je gewoon terug. En ja, wit denkt nu van, hé, mijn paard staat aangevallen. Help. Oh, ik kan die pion natuurlijk niet pakken. Die stond net verdedigd, dus dat is of, ik stond net gepend, maar nu niet meer. Ja, nu kunnen we gewoon een gratis pion pakken. En voilà. En een stuk meer. Wat kan er gebeuren? Echter, nu wordt zwart... nu wordt wit gehaarlijnd, zo noemen ze dat. Er gaat mat over de haarlijn. Zwart speelt en speelt hier de dame naar H4. Ja, die batterij van toren en dame op de witte koning. Ja, dat wordt fataal. Ja, dreigt nu mat in 1. Ja, op twee manieren. Op H2 en op H1. Daar moet je iets aan doen. Wit probeert nog te vluchten met de koning. Een vluchtroute te maken met F4. Hè. Misschien kan je nog een schaakje op H2 of H1. Dan kan je misschien nog vluchten. Zo, help. Maar ja, zwart gaat die vluchtroute even afschermen met G3. En nu is het mat op de volgende zet. Want ja, je kunt wel een nieuwe vluchtroute proberen te maken. Zoiets. Maar wit is te laat. Dame H1 is een mat. Nou, tot zover even de theorie van het Spaans. En ik heb een paar voorbeeldpartijen meegenomen. Ja, gewoon dat het leuk is. En misschien krijg je er nog wat iets meer inzicht bij. Eens even kijken. Waar heb ik ze staan? En laten we beginnen met deze partij. Ja, want we hebben net die variant bekeken. Ja, we hebben alweer het Spaans op het bord. En zwart speelt hier A6. Om, nou ja. Wat ga je doen, witte? Ga je je paard pakken of niet? En in deze partij speelt wit inderdaad. Lopenmaal C6. Hij pakt het paard. Ja, hoe pakt hij ook alweer terug? Ja, normaal naar het centrum toe. Maar dit was de uitzondering op die regel. Dus nu slaan we zo. Vanwege die activiteit van de lopers. En dat die... En je hebt hier de dame D4 manoeuvre, hè, als wit besluit die pion op E5 te pakken. Dat is weer een extra mogelijkheid voor zwart. Nou, wit doet dat in deze partij niet. Hij slaat niet op E5. Hij gaat gewoon kort. En ja, misschien weet je het nog. Want nu dreigt wel. Paard E5. Wat deed zwart hier ook alweer volgens de theorie. Ja, inderdaad. Lopen G4. Pennen, pin en win, zeggen de Engelsen. H3,
De verrassende zet is hier H5. Nou, we hebben net al in de theorie gezien dat je eigenlijk D3 moet spelen. Hè? Die pion. Deze en dan eigenlijk die dreiging negeren. En we mogen in ieder geval niet die loper pakken. Dat is levensgevaarlijk. Wit speelt hier ook iets anders. Hij speelt hier C3. Nou, laat wel een heel mooi veld nu vrij voor een dame. En dat ja, zwart duikt daar meteen op in. Ja, ploep. Maar ja, nu kan die dame niet meer naar de H-lijn. Dus wit pakt gewoon met op G4. Zwart pakt terug. Dus ja, wit heeft een stuk meer. En ja, dat dreigt nu niks op de H-lijn. Dus ja, zou zwart zich vergist hebben hier. Nou, wit gaat gewoon door. Paard maar E5, valt de dame aan. Lijkt een hopeloze situatie nu voor zwart. Zwart speelt in één keer hier. Nou ja, deze zet zie je niet aankomen. Dit is echt een hele mooie zet. Loper D6. Eigenlijk een penning op het paard. Want als nu wit besluit die dame te pakken, paard maar op D3. Dan is het eeuwig schaak. Zwart heeft heel veel materiaal verloren, maar kan nog net eeuwig schaak maken. Door lopen H2 te spelen. Schaak. Koning opzij. En dan een aftrekschaakje te geven. Hè. Er staat nu een toren die schaak geeft. Er kan niks tussen. Dus je moet weer opzij. En je geeft weer een schaakje. En zo verder en zo voort. En het is dus remise omdat je drie keer dezelfde stelling krijgt. Nou ja, wat te doen voor wit. Ja, staat wel voor in materiaal. Er staat nu een stuk voor. Je ziet waarschijnlijk dat het remise is na paard D3. Dus doet wit iets anders. Hij slaat op G4. Dekt ook het veld op H2 met paard. Zwart speelt hier paard F6. En nu speelt wit E5. Ja, het is een hele ingewikkelde stelling. Achteraf was toren E1 iets beter geweest. Eigenlijk veel beter. Oké, we gaan verder. E5, ja, lijkt een winnende vork. Hè? Zwart speelt paard G4. Een dame mag G4. En ja, wit zal wel gedacht hebben. Tot lopen maar E5 krijg je die toren E1 zet weer. Hè? Die heb je weer problemen over de E-lijn. En met beslissend voordeel voor wit. Wit heeft meer materiaal en wit wordt niet mat gezet, dus dat is voordeel voor wit. Ja, maar het gebeurde helemaal anders. Zwart heeft hier namelijk een winnende combinatie. Zwart speelt en wint. Ja, dit is toch een heftig partijtje. Zwart heeft een verrassende zet. Toren H1 schaak. Nou, als je dat zag, dat is wel knap. Want ja, je zwart zet de koning schaak. De koning moet die toren pakken. Maar daarmee geeft hij zijn dekking op de toren. En nu kan zwart dame maal F1 spelen. Dame maal toren. Ook weer met schaak. En nu krijgt hij een winnende aanval. Loop E5 schaak. Ja, het is allemaal... Het is allemaal niet best. Ja, maar we kunnen nog wat variantjes zien. Je moet hier tussen plaatsen. Anders heb je dame H1 mat. En de koning H3 is dame H1 mat. Dus laten we zeggen.
Nou ja, de F4 werd gespeeld, maar ja, ja, als je G3 speelt, dan krijg je al schaak geven. Koning gaat naar H1. Lopen G3, dreigt mat in 1 op veld H2. Wit lijkt zich nog net te kunnen verdedigen. Maar ja, dame is eigenlijk de enige verdedigende stuk voor wit. En ja, de dame is geen echt verdedigingsstuk, maar een aanvalstuk. Ja, we gaan natuurlijk niet ruilen als we aanvallen. Dus zwart speelt hier dame E1. En schaakje, dat zijn wel veel zetten, maar je ziet wel... Zwart is toch wel aardig aan het aanvallen. Ja, wit wil graag ruilen natuurlijk. En ja, nu kun je niet meer tussen plaatsen. Dus nu moet de koning. En ik word er nog een stuk bij gehaald. Ja, dit is wel. Ja, dit gaat niet meer goed komen voor wit. Dat is zo, dat kun je wel zien. Oké, nou, dat was een variant met G3 naar deze stelling. En ja, F4. Ja, dit is ook niet veel beter. Lopen F1. Lopen maar F4 schaak. G3. Ja, nu krijg je een. Koelbloedige zet voor een zwart. Zwart speelt hier koning E7. Waarom zou hij dat doen eigenlijk? Ja, dan denk ik het wel om dit toren erbij te halen. Dat ziet er wel sterk uit. Dan is het ook weer snel mat. Nou ja, zwart. Ja, koning E7 speelt de zwart. Dus dame H3 om die toren H8 te voorkomen en dames te ruilen natuurlijk. Maar dan krijg je dame F2 schaak, koning H1, lopen G3. Ja, en dit lijkt een verbeterde variant voor wit, omdat wit nu D4 speelt en probeert nu toch zijn stukken erbij te halen. Nu kan die lopen misschien nog iets doen, ergens. Die werkt in ieder geval nog een beetje mee op deze diagonaal. Maar het is too little too late, zoals de Engelsen zeggen. Het is een beetje, ja, het is nou maar net te laat. Want, ja, wit heeft hier, ik haal een beetje kleuren door elkaar. Hoor. Zwart heeft hier een beslissende zet. Dus zwart speelt hier en wint. Misschien moet ik even wat kleurtjes weghalen, want dat is wel irritant. Hè, dit. Zo. Zo. En nog steeds, zwart speelt en wint. En als je toren H8 had bedacht, dan zit je helemaal goed, want dat is de winnende zet. En ja, pent de dame. En als de dame pakt, dan is het mat in 1. Check en mate met dame F1. Ja, een leuk partijtje. Nou ja, wilde stellingen krijg je dan. Heeft een rustige reputatie, de ruilvariant, maar je ziet, het kan wel op heftige partijen kunnen uit voortvloeien. Maar ik heb er nog eentje, ik kan er nog een leuke partij laten zien. Ja, oké, okay, komt uit een Olympiade wedstrijd uit 1962. En ja, weer het Spaans op het bord. En A6. En dit keer ruilt wit niet. Maar speelt wit lopen A4. En in deze wedstrijd werd het D6 gespeeld. Dat is ook mogelijk. En we gaan weer, net zoals we in de theorie zagen, gaan we het centrum pakken. D4. Nou, nu verzint zwart een andere manier om deze penning op te lossen. En het lijkt ook meteen wat materiaal op te leveren. Want hij speelt hier B5. Lopen moet natuurlijk weg. En de zwart pakt op D4. Oké, nou, het paard staat daar een beetje vervelend in het midden, in het centrum. Dus wit pakt dat paard. En de zwart slaat natuurlijk weer terug. En nu is. Ja, dit is wel een leuke oefening om thuis even een. Op een echt schaakbord te zetten. Want ja, wat gebeurt er na dame maar D4? Is dat een goede zet? Wordt het remise? Is het een slechte zet? Dus het is wel leuk om dat thuis even met bord en stukken te proberen. En probeer daar eens even 10 minuutjes over na te denken.
En ga dan weer dan deze video en kijk dan of je ongeveer dezelfde variant op het bord had. Nou, laten we eens even kijken naar die dame D4 dan. Dame D4, ja, is dat nou goed of slecht? Misschien had je al gezien dat zwart dan C5 kan spelen met de dreiging C4. En dan in één keer is die loper op B3 opgesloten. Maar de variant is hier nog niet afgelopen. Als je C5 hebt gezien, dit is al heel goed. Maar we gaan nog verder, want wit speelt dame D5 met ja, dubbele aanval op F7 en op A8. Het dreigt mat, dame mal F7 en stukwinst door dame mal toren. Ja, dit is dus gewonnen voor wit. Nee, ook hier hebben we nog extra zetten, want we kunnen nog aan beide dreigingen kunnen we oplossen. Want zwart kan hier lopen E6 spelen. Dekt nu die toren. En ja, het mat op F7 is ook opgelost. Zo. Ja, dus dat is ook geen... dit is dus een oplossing, zou je zeggen. Maar het gaat nog steeds eentje even verder, want we hebben nog een schaakje. Ja, dan moet je natuurlijk niet de dame ertussen zetten, want dan pakken we echt wel op. A8 met schaak. Beter is lopen D7. Ja, en dan kun je weer teruggaan en een mat dreigen. Dus, is dit remise door herhalingen van zitten, zoals we ook in een andere variant hadden gezien. In een andere partij zagen we ook een aanval en dan weer moeten we terug. En dan hebben we drie keer dezelfde stelling. Hebben we dat nu ook? Nee, want we hebben nu... Het staat nu net even iets anders, want eigenlijk hebben we maar een enkelvoudige aanval. Want de loper dame combinatie die kijkt op F7. De dame kijkt nu ook naar de toren, maar die staat nu gedekt. Dus we hebben eigenlijk maar één probleem met zwart. En dat is dat die batterij op F7 kijkt. En ja, hoe gaan we dat oplossen? We kunnen lopen E6 spelen, maar we hebben een betere zet. En dat is de zet ja, die al in de lucht hing, zoals we dat zeggen, C4. En ja, het mat is opgelost. Hè. Er gaat terecht geen mat meer. En sterker nog, die loper... Die dreigde ingesloten te worden, die is nu ingesloten. Ja, dat is een leuke variant. En als je dit helemaal tot het einde hebt gezien, dat is wel heel knap. Dan mag je jezelf een schouderklopje geven. Heb ik goed gedaan. En ja, misschien zag de witspeler het ook, want die pakte niet op D4, maar die speelde C3. Er werd D3 gespeeld. Nou ja, misschien was die pion pakken iets beter. Maar goed, hij speelde D3. A4. Een hele leuke zet, want dreigt te pakken op B5. En als je dan terugpakt, ja, dat is helemaal fout. Want dan staat in één keer die toren ongedekt. Ja, eigenlijk staat dan de pion gepend. Dus dat dreigt. En nou, zwart dacht dat op te lossen door lopen D7 te spelen. En dan heb je de toren weer gedekt. Geen probleem. Maar wit pakt gewoon op B5. En aanval B5. Ja, je ziet, ja, inderdaad, de toren dekt. Is gedekt. Door de dame. Toch staat zwart verloren. Dus ja, en waarom is dat? Waarom staat zwart hier toch verloren? Dat komt door de zet dame H5. Dame H5, ja, kijk dan ons bekende F7 punt. Het Heddesmat dreigt. En ja, zwart deed nog even snel... schaakje, ja, dan
op zich wel slim natuurlijk. Want ja, nu moet wit eerst zijn koning in veiligheid brengen. Je kan dan niet zelf schaakmat geven. Nou, de beste zet, en dat speelde wit ook, is loper D2. En geen paard D2. Dus met zijn paard had gepakt. Dan had zwart nog net de tijd om paard H6 te spelen. En dan met paard H6 dek je weer F7. Dus het kon dan allemaal net nog. Dus dat was dan wel een slim trucje eigenlijk voor van zwart. Dus na schaak niet paardmaal, want dan gaat het dus net, ja, het slaat de aanval niet door, maar nu wel, want de loper D2. Ja, als je nu paard H6 speelt. En dat is mijn mooie pijl. Om F7 te dekken, ja, dan pak je gewoon uitschakelen verdedigen en dan pak je dat paard gewoon. En dan krijg je nog steeds mat. Dus dat gaat niet. Zwart deed iets anders, speelde G6. En op de volgende zet geeft zwart op. En dat is op naar de zet dame D5. Een winnende zet, want het dreigt opnieuw mat door de combinatie van loper en dame. En je hebt een tweevoudige aanval op de toren. Hij staat nu twee keer aangevallen, één keer verdedigd. Dus die kan je pakken. En ja, dit is het beslissend voordeel. Dat was even een kort partijtje. En als laatste nog één partijtje. Even kijken waar ik hem heb. Ja, oké. Nou, weer een Spaanse partij. Ja, lopen B5 is weer Spaans. En A6. Laten we zeggen, toch wel kritieke stelling. Hè? A6, de kritieke zet, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Pakken we het paard of niet? Deze keer besloot wit de loper A4 te spelen. Zwart speelt die paard F6. Korte rokade. Paardmaal E4. En wit speelt toren E1. Nou, de hoofdvariant is eigenlijk hier D4. Maar toren E1 is zeker ook mogelijk. En dat speelde wit hier. Zwart speelt paard C5. Die wil natuurlijk graag die lopers hebben. Of wel een van die lopers. Tjup, hebben. Want ja, nu krijgt hij eigenlijk een soort van verbeterde ruilvariant. Hè? Want dan zou hij dus een goede pionnenstructuur hebben en twee lopers. Terwijl dan wit alleen maar een paard aan de loper heeft. Dus dat lijkt een hele goede strategie. Wit kan daar niks aan doen tot het loper geslagen wordt. Dus die ontwikkelt maar gewoon paard C3. En ja, natuurlijk, nu is de kans voor zwart om die loper te pakken. En die doet het ook paard maal A4. Wit speelt eerst paard E5. En nu is de beste zet eigenlijk, ja, loper E7. En dan is het een gelijkspel. Ja. Maar dat gebeurde dus niet. Wat ook niet gebeurde is paard C3. Dat is ook een hele mooie variant eigenlijk. En ja, stiekem ook een beetje ingewikkeld. Want ja, de dame staat nu aangevallen. Er staat nu heel veel in eigenlijk. Je moet dat materiaal weer terugverdienen. Hoe doe je dat dan? Maar wit kan dan eerst paard C6 spelen met een schaakje op de koning. Nou, natuurlijk lopen ertussen. En nu niet gretig worden om de dame te pakken. Daar ben je een klein beetje voorbarig. Dit is wel een lastige variant. Paard D8. Paard D1. Maar ja, dan gaan we stukken tellen. En dan blijkt dat zwart een stuk meer heeft. Dus dat is even niet zo handig. Dus ik moet even terug. En deze stelling
niet de dame pakken, want dan, ja, dan blijf je dus een stuk achter. Maar je kan hier heel koelbloedig gewoon paardmaal E7 spelen. En je blijft gewoon in deze hele gevaarlijke batterij staan. Hè. Kijk eens, als het paard weer weggaat, sta je weer schaak. Nou, we gaan naar een paar zetjes kijken in deze variant. Want ja, het zwart pakt natuurlijk wel de dame. Ja, nu krijgen we dus die aftrek. Schaak, paard gaat naar G6. En het is schaak door de toren. En ja, hoe gaat de zwart het schaak opheffen? Dat kan eigenlijk alleen maar door de dame tussen te plaatsen. En dan gaan we gewoon weer terug met het paard. Paard maal E7. En opnieuw is er een aftrekaanval mogelijk. En nou ja, je kunt er gewoon in deze stelling kan je zien dat het paard op D8, die kunnen we op een gegeven moment pakken, die kan niet meer weg. Terwijl dit paard op ons paard, zullen we zeggen, van wit, die kan altijd een keer weg. En dan hebben wij met wit een stuk extra. Dus dit was de beste variant voor wit. Ja, dit kwam allemaal nadat deze stelling paard maal C3 werd gespeeld. Althans, als variant. Onze partij gaat verder met paard maal E5. En ja, even kijken. Wit pakt op E5 terug met schaak, lopen E7. En ja, als nu paard maal A4 was gespeeld, dan zal niks aan de hand geweest zijn. Dan is het ongeveer een gelijke stelling. Wit heeft iets anders in gedachten. Wat zou dat kunnen zijn? Wit speelt hier paard D5. Hij gaat een jacht maken op de loper. Ja, en zwart kan er niet meer extra dekken. Dus die gaat verloren. Dus dan kun je net zo goed meteen de koning veilig zetten. Want als je ook nog in het midden staat met de koning of zwart, dan gaat het helemaal mis. Dus zwart rokeerde maar. Want die loper ben je sowieso kwijt. Of ja, of je moet je dame daarna geven. Dat is ook niet zo heel slim. Dus dan maar zo. En daar volgde wel paard E7 schaak. Koning moet de hoek in. En ja, nu komt al een hele sterke zet en de partij is eigenlijk al beslist. Dame H4. En ja, wat is er nu aan de hand? Nou, dus, zoals ik al zei, de stelling is verloren voor zwart. Maar waarom eigenlijk? Wat doe je bijvoorbeeld naar D6? En dan krijgen we een hele mooie en mooie matbeeld krijgen we dan. Door een dameoffer. Ja, dat is mooi om mee te eindigen. Het mat van Anastasia hebben we dat ook wel genoemd. Dan kan wit hier. Ja, het is mat in 2. Het is prachtig. Dame H7, schaak. Schitterende zet. Een dameoffer. Je moet het natuurlijk wel goed berekenen. Ja, en het is mat op de volgende zet. Torre H5 is mat. Ja, en we zijn er alweer doorheen voor deze keer. Nou, ik heb dus een keuze gemaakt om een beetje de ruilvariant onder de loep te nemen. Er valt nog heel veel te leren in de Spaanse variant. Ze zeggen wel eens, als je goed wil leren schaken, dan moet je Spaans spelen. Want er zitten heel veel interessante varianten in. Spaans en ook Siciliaans bijvoorbeeld. Dat is ook een hele interessante variant. Nou, genoeg nog om thuis te bekijken, maar ik vind het in ieder geval fijn dat je al deze video hebt bekeken. En hopelijk heb je dat inspiratie opgedaan om in je partijen te gebruiken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.